Martijn heeft de afgelopen dagen voor flink wat commotie gezorgd binnen de context van het programma BNB Vol Liefde. In de donderdagavond-uitzending was te zien hoe een gesprek tussen Martijn en Tamara volledig uit de hand liep. Hoewel de bedoeling was om een geschil bij te leggen, escaleerde de situatie juist. Op het einde van diezelfde dag vertrok Tamara abrupt en zonder enig woordwisseling linea recta terug naar Nederland. Nu blijkt dat er tijdens de latere reunie een opvallend mediation-gesprek heeft plaatsgevonden. De heftige confrontatie tussen Tamara en Martijn verraste niet alleen de kijkers, maar ook de productie van BNB Vol Liefde. Aram Beek deelde dit nieuws mee in RTL Boulevard. Dit was absoluut onverwacht, zelfs voor de productie. We waren niet op de hoogte van wat er stond te gebeuren. En natuurlijk willen we allemaal graag weten wat er precies aan de hand was, lichtte Beek toe. Hij vervolgde, de productie staat altijd klaar om de deelnemers op te vangen, en op dat moment was Tamara al op weg om volledig uit het zicht te verdwijnen. Maar op dat cruciale moment zeiden ze, wacht, keer alsjeblieft terug. Zou je niet nog een gesprek willen? Maar niemand was meer bereid daartoe, onthulde Beek. Het was overduidelijk dat Tamara er genoeg van had. Zelfs tijdens de reunie kwam het conflict ter sprake. De afgelopen week vond de langverwachte reunie van het programma plaats in Nederland. Op zondag 27 augustus wordt deze reunie uitgezonden op televisie en er staat iets opmerkelijks te gebeuren. Ze zijn naar Nederland gekomen voor de opnames van de reunie en we kunnen nu bevestigen dat er tussen de twee deelnemers een mediation heeft plaatsgevonden. Dit is natuurlijk een uiterst intrigerende voorbode. Ze gaan opnieuw met elkaar in gesprek. Dat wil ik absoluut niet missen, verklaarde Beek enthousiast.